Their struggle is for the people, for their dignity, for their rights. They struggle for the people, for their dignity, and for their rights. De meeste mensen willen tijdelijk hier zijn en dan heel graag terug om daar door te gaan met het werken aan een ideaal. En ja, hier is dat ideaal veel moeilijker te verwezenlijken dan daar. Dus de meeste mensen willen wel graag terug. Bij het begin van Shelter City, of voordat het begon, meer dan 10 jaar geleden, was het ministerie van Buitenlandse Zaken, die was wel voor, maar justitie, die waren heel erg huiverachtig. Toen ik het voorstel deed voor Shelter City in Nijmegen, in eerste instantie kreeg ik niet alleen vanuit de gemeenteraad, maar ook wel van mensen daarbuiten de reactie, gelukzoekers die dan naar Nederland of naar Nijmegen komen en die nooit meer teruggaan. Maar wat mij elke keer heel erg bijblijft, is dat die mensen zo ontzettend strijdbaar zijn. Die zijn natuurlijk dankbaar dat ze even in Nijmegen op adem mogen komen en daar misschien een medische behandeling kunnen ondergaan of nieuwe tools kunnen leren door cursussen die ze volgen. Maar staan uiteindelijk ook te trappelen om weer terug te gaan om hun belangrijke werk voor te zetten. 10 gasten die allemaal heel bijzonder waren en waarbij jullie allemaal hebben geholpen om op de een of andere manier om hun werk op een andere manier te gaan bekijken. Een gast vertelde mij ook van nou, nu ik hier ben, kan ik een soort helikoptervisie over mijn eigen leven hebben. Kan ik een stukje eraf zetten en kijken wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal. En kan ik heel goed reflecteren op het werk wat ik doe. Voor mij en voor mijn collega's en iedereen die betrokken is bij Shelter City Nijmegen, is dat, daar halen we de voldoening van het werk dat zij doen. En onze bijdrage is om ze gewoon op een gemak te stellen. Tot rust te laten komen en daar waar nodig ze toerusten met extra kennis en met netwerk en soms andersoortige middelen. Dat ze gewaardeerd worden voor datgene wat ze doen. En ja, en dan hoop ik dat ze eigenlijk met een heleboel energie verder gaan om dat voor te zetten. I'm very happy to go home because I have family. I have children. I have an amazing grandson. My Shelter City participation was something wonderful and precious. I learned what is love and what humanity is. And for the first time in my life, even the persons whom I have never met in my life hugged. After attending Shelter City, I started caring about myself, my health, my mental health. Mostly, if you see, human rights activists and other people who are fighting for rights, they mostly struggle all their time and they don't care about themselves. Wat wij terug horen van de gasten uit Nijmegen is dat ze er inderdaad een tweede thuis hebben gevonden en dat ze echt een plek hebben gevonden waar ze hebben kunnen rusten. One of the first things that I was told when I got you was that I need to rest. So number one, I got to rest. And in my resting, I also got to reflect on my work. I also got treatment in the trauma center, and also I got some lessons, some courses in Radboud University. So I have a lot of memories with Nijmegen. I was taken to the hospital during my stay in Nijmegen. I was given time with a psychiatrist. And I had the opportunity to talk about my experiences and I knew what was hurting me. So now I'm in the healing process. I learned how to heal myself, how to take care of myself. And I was told how my health and mental health is as equally important as human rights I'm fighting for. We have been pushing up against the wall for a long time. And I think we need to change strategy. And being here, I have got now the information that I will go home and use so that we can start a whole new chapter in our advocacy. It was only after my participation in the Shelter City, I started an organization here in India. It's Legal Initiative for Equality. Till then, I didn't have any idea of working through an organization and bringing more people to work and how to organize my work. Ma participation au programme Shelter City m'a vraiment aidé à améliorer, à comprendre ce que j'ai comme travail et à améliorer mon travail. J'ai suivi beaucoup de formations sur la sécurité
et la protection des défenseurs des droits de l'homme lors de mon séjour à Nimègue. Et en arrivant ici, j'ai restitué aux autres militants des droits de l'homme, à mes collègues. Nous avons ensemble mis des stratégies pour notre protection. Et moi, j'ai toujours pensé que l'impact qui est très visible, c'est l'alternance en République démocratique du Congo. Et moi, je pense que j'ai aussi contribué à ça parce qu'à chaque fois qu'ils étaient arrêtés, à chaque fois qu'ils étaient menacés, et moi, je les ai toujours accompagnés en justice pour que les droits de l'homme puissent triompher. This has given me a lot of power. I am now empowered to get back home and really start on a new strategy on how I continue to save this environment, because I now have a better network of communication, better network of sharing my reports here and there. So yeah, these are all the things I've learned from here. Yeah. As a person coming from India, I could say my work as a lawyer and my work as an anti-caste activist have been continuously tried to delegitimize, while the Shelter City program legitimized my work and told this world, no, she is fighting for rights of another human being and she deserves a life where she has nothing to worry about. When I came, it was just from the airport up until today. It has been an amazing experience. It's now 3 months and I have been able to meet some of the most amazing people. Have conversations with some great organizations, get really good ideas. Last month I was in the Harvard University, US, and I'm traveling to different places, but the door was opened by Shelter City Nijmegen. My hosts have just been so, so amazing, and I've seen them go beyond what is within their work and to become almost like family. Like really good friends. Nijmegen has been just a wonderful city. I have had an amazing time here outside of my work. I'm so grateful to the women and men who navigated me around the city, whether on the buses, on the trains, people that I asked for directions. If you go to the city center, you see people are willing to help. And this also at times, you know, contradicts some of the stories we hear about if you are abroad, you know, you must not to do this because people are not there to help you. But here I am seeing the opposite. People are willing to help even if they don't know you. Many times I have gotten a bit, I think, lost in this city, but when you ask, then people are willing and telling you, okay, that's the route. This is what you're supposed to do. That is this, and to me, it's quite interesting. These are lovely people, yeah. If there's a language barrier, they'll find somebody that can help me, and they can understand what I'm looking for, or tell me what they're trying to tell me. So it's just been so good. I think Nijmegen is a village within a city, and also a city within a village. Le message particulier à la population de Nijmegen, c'est dire merci beaucoup. Je souhaite le dire dans ma langue maternelle. Asante sana wandugu wa Nimeg kwa kuona mulinikaribisha. Nafurahi sana na wapenda sana. One of the important things I want to do if I get back to Uganda is to give a forest in the name of this city. I have pledged to plant Nijmegen forest back in Uganda because I feel this will give me a perfect identity of what life was when I was in my hardest times. I got solace from another city called Nijmegen. Nijmegen is a city that shaped my entire life today. So thank you, Nijmegen. Thank you, people of Nijmegen. Wij koken nog altijd de laatste avond voor ze hier in huis. En dat is altijd heel gezellig. Maar dan komen ook de mensen van Bureau Weiland erbij. En dan hebben we gewoon een hele gezellige open avond. Dat is een informeel afscheid. En dan is er het formele afscheid. Maar dat is eigenlijk ook informeel. Waar alle mensen die erbij betrokken zijn, hè, aan meedoen. Waarin de gast een mooie afscheidsspeech houdt. En nog iedereen die erbij betrokken is, daaraan bijdraagt. Dat is eigenlijk het formele, officiële gedeelte.
Wat altijd ook echt heel, heel mooi is, heel boeiend is. Shelter City, my dear friends, is a project now for 5 years, so we're in a jubilee year. And you were Mary, you were the 9th guest. So firstly, I just wanted to say thank you all very, very much. In hoeverre is nazorg belangrijk na die 3 maanden in het veilige Nederland? Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Want dan kom je weer terug in je eigen land en dan? Nou, het contact als de gasten terug zijn is vaak ook gewoon heel informeel. Nou, hoe gaat het met je? Wat foto's sturen van hier, wat foto's van daar? Still, I have contact with some of my friends who are living in Nijmegen. Ook wel gewoon vragen, hoe gaat het met je werk? Hoe gaat je veiligheidssituatie nu? We hebben ook een gast gehad die vertelde dat ze online was aangevallen. Zwart was gemaakt en gediscrimineerd. En dan schakelen we Justice and Peace in, het landelijke coördinatieprogramma. En die gaat weer met andere organisaties die in het desbetreffende land zitten kijken van goh, hoe kunnen we deze persoon helpen en veiligheid bieden. In the Netherlands we have cities that offer such hero shelter. Justice and Peace and the government, town councils and lots of citizens. Ik vind dat dit project, zolang de wereld is zoals die is, tot oneindige jaren door moet gaan, omdat het ons een enorme spiegel voorhoudt. Het is een bijdrage van de stad aan de wereld en ook van de Shelter City gasten aan de stad. Dus dat lijkt me iets om te koesteren. Dit is een van de parels van projecten. En het leukste project waar ik ooit aan gewerkt heb. Ik hoop dat het nog heel lang doorgaat, want ik denk dat er toch heel veel mensen, mensenrechtenverdedigers die hier zijn geweest, dat zo positief hebben ervaren. En dat blijft denk ik toch wel hun hele leven bij, hoop ik. Het mooiste zou natuurlijk zijn als Shelter City over een paar jaar niet meer nodig is. Dat mensenrechtenverdedigers overal ter wereld of hun rechten niet meer hoeven te verdedigen omdat ze daar ook gewoon worden nageleefd. Of dat ze niet in meer gevaarlijke situaties terechtkomen of bedreigd worden. Ik hoop natuurlijk op wereldvrede, maar de realiteit is dat er zoveel conflicten zijn in de wereld en zoveel landen waar mensen nog elke dag moeten knokken voor de mensenrechten, voor vrijheid en voor gelijkheid, dat ik denk dat het aanbod aan mensenrechtenverdedigers dat tijdelijke hulp nodig heeft, dat zal voorlopig niet opdrogen. We dragen Shelter City een warm hart toe en daarom vind ik het wel goed dat we dat even met z'n allen goed begrijpen. Deze wereld is echt nog niet zo ver dat het niet nodig is. En wat ik mooi vind van Nederland en van Nijmegen is dat er een heleboel mensen zich dat elke dag realiseren en met elkaar het voor mensen die het moeilijker hebben makkelijker maken. Ik denk dat er ook steeds meer mensen bij betrokken kunnen worden met vanuit verschillende hoeken. En we, ja, hij hoeft ook niet alleen de gastouder te zijn. Ik denk dat Nijmegen gewoon een hele goede omgeving is met, die dat heel lang kan dragen. Ik vind dit wel zo'n bijzonder en belangrijk project dat we gewoon moeten blijven ondersteunen. En ik hoop dat Nijmegen in de loop van de jaren nog heel veel meer gasten kan ontvangen. Ik heb niet begrepen dat iemand er ook nog over denkt om ermee te stoppen. Het kost tijd, het kost energie. Het kost ook af en toe wat geld om het te doen. Maar het levert ook heel veel op, ook voor ons, voor wij die hier leven. We meren aan in het bos bij een burgemeester die opstaat uit zijn stoel en tegen de voetballer zegt, ga maar zitten. Maar u bent de burgemeester, zegt de voetballer. Fout, zegt de burgemeester. Jij leert ons zoveel. Jij bent nu de leraar. De leraar van vroeger. Een meester die vertelt over het verdedigen van burgers. Dat is een echte burgemeester. Als Nijmegen zijn we trots op Shelter City. Maar Nijmegen is een van de steden
waar dit programma met heel weinig middelen wordt uitgevoerd. Ik ben ontzettend blij in de afgelopen 5 jaar dat de Raad in Nijmegen, dat de gemeente Nijmegen, zo'n commitment heeft afgegeven en ook heeft gefinancierd. Ik denk dat daar nog misschien een heel klein beetje bij zou kunnen. Het kost ons ontzettend veel moeite om aan die middelen te komen. Dus help ons om dit programma, om die energie gewoon te richten op goede zorg, goede opvang en een goed programma. Ik hoop altijd dat niet alleen de gemeente Nijmegen, maar ook particulieren meer geld beschikbaar stellen om het programma ook gewoon goed te faciliteren en ook voor te kunnen zetten. Maar ik vind ook dat gewoon het ministerie van Buitenlandse Zaken daar ook een rol in heeft. Ik denk wel dat het mooi is dat wij als Nederland, als Nijmegen, waar wij toch leven in een land met veel welvaart, stabiliteit, iets doen voor mensen die het veel minder hebben. En dan denk ik dat het goed is dat wij van heel het budget dat we hebben toch ook iets geven aan dit soort initiatieven. Als stad lever je maar bescheiden bijdrage aan de wereldvrede, als ik het heel plechtig mag uitdrukken. Maar dit kun je wel doen. En ik hoop eerlijk gezegd ook dat de andere gemeenten, andere overheden zich daardoor ook geïnspireerd voelen. Als je het in het klein niet doet, dan kun je het ook in het groot niet doen. Dus ik denk dat we het goede voorbeeld geven voor elke stad om een shelter city te zijn. En dat kan omdat een heleboel mensen daar het belang van inzien. Ik hoop dat het niet alleen beperkt blijft tot organisaties die Shelter City betrokken zijn bij Shelter City, maar alle stadsgenoten. Dat ze ook weten dat Nijmegen Shelter City is. Dat bij de Waalbrug staat groot Nijmegen Shelter City. En dat we gewoon ooit zeggen, we hebben 200 Shelter City gasten gehad. Dat zijn gewoon 200 parels die in verschillende regio's van de wereld zich sterk hebben gemaakt voor de rechten van kinderen, van vrouwen en voor de natuur. En dat zou gewoon, dat doen we voor. Een voetballer gaat zitten om even te rusten, te kijken naar het water, met de mensen op de boten. Die hopen net zo lang te verdedigen, te varen, te bewegen. Omdat het niet gaat over hoe oud iets is, maar over hoe oud iets uiteindelijk zou kunnen worden. Omdat ze blijven hopen dat je uiteindelijk de rivier gaat vinden die je nooit dacht te zien. Happy 5th anniversary to Shelter City Nijmegen. Pinzama Kaliza di Mubarakwi, de Shelter City in Nijmegen. Kader en vooral de vrijwilligers en organisaties in Nijmegen. Van harte gefeliciteerd met jullie 5-jarig bestaan. Wij zijn echt heel trots op wat jullie hebben opgezet en dat we met jullie Shelter City Nijmegen kunnen opzetten en hopelijk voor veel jaren nog uitvoeren. Van harte. Beste mensen van Shelter City Nijmegen en in het bijzonder Kader, ik ben ontzettend trots op jullie dat jullie al meer dan 5 jaar je nek uitsteken voor dit hele belangrijke programma en een aantal mensenrechtenverdedigers op zo'n mooie manier kunnen helpen om hun werk in hun land nog beter te kunnen doen. Dank jullie wel. For the dignity and for the right.